Je gaat straks je eerste grote ronde rijden bij de elite. Zijn alle koersen nou een beetje in voorbereiding geweest op dat moment? In het begin dacht ik misschien dat ik misschien wat te weinig zou koersen. Kijk, vorig jaar reed ik gewoon elke week. Dat was normaal. Nu met oog op de Giro is het denk ik goed dat ik nog niet heel veel heb gekoerst. En daar gewoon uitgerust aan de start sta. Nou heb jij natuurlijk in je jeugd en tot nu toe als talent altijd vooraan gereden. Hoe is dat nu en hoe vind je dat? Je begint nu gewoon weer op nul natuurlijk. Op zich heb ik de overgang vrij goed kunnen verteren. Ik rijd op zich wel goed mee. Kijk, voor de overwinning rijden zit er nog niet in, maar dat had ik ook niet verwacht. Vind je het leuk? Ja, ik vind het nu toe heel leuk. Het is gewoon weer een heel andere wereld, maar ik voel me wel thuis. Ja. Wat zijn de dingen die het anders maken, deze nieuwe wereld? Het is eigenlijk je enige wereld. En dat is wel het mooie, dat je altijd met je sport bezig bent. Daar volledig voor kan gaan en alles daarvoor opzij kan zetten. Ja, dat is gewoon heel mooi. De Giro straks om even daar, want het was toch een groot moment in jouw sportcarrière. Denk ik, wat verwacht je daarvan? Hoe ga je daar straks naartoe? Wat ik kan verwachten, ik weet het niet. Ik, met Bouke heb ik erover gepraat. Ik heb alleen een routeboek om te kijken wat er allemaal gaat komen. Ik hoop dat ik gewoon fit aan de start sta. Dat is alles wat ik kan doen en dan zal ik mijn best doen en dan zien we het wel. Zie je er naar uit? Ja, ik zie er echt naar uit, ja. Ja. En tot slot, valt het mee of tegen als je neer dat peloton peddelt? Gaan ze te hard of denk je van, doe eens rustig of is het verschil groot? Ja, kijk, ik heb vorig jaar wel een paar profkoersen gereden, niet van het hoogste niveau. Dus ik wist wel ongeveer hoe hard ze kunnen. Ik heb Catalonië gereden, dat is World Tour. Maar dan weet je gewoon echt waar je naartoe moet en dan is het af en toe... Echt hopen dat je erbij blijft, ja. Je wordt langzaamaan een grote jongen. Ik hoop het. Ga ik wel vanuit. Succes. Ja, bedankt.